En ik heb al te vaak alles overhoop getrokken en dan bereik ik wel iets, maar niet wat ik wil. Oh, en daar hou ik zo van. Echt, ik kan niet wachten. Dat ik echt denk, oh, ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin vandaag. Goedemorgen, het is donderdag en we zijn zowaar op tijd klaar. En je bent zo rustig aan het praten. Ja, moet ik dan heel snel gaan praten zo? Zo is dat wel een papagaai. Of kan je nog sneller praten? Ja. Kan je sneller praten dan ik? Ja. Ja, als je alleen ja zegt, is het wel zo makkelijk. Sneller dan? Natuurlijk kan ik dat. Oh, gaan we heel dag zo praten tegen elkaar dan? Nee, tuurlijk niet. Oh, gelukkig maar, want zo fijn vind ik het niet. Ja, dan doe ik best. Oké. Maar Miletje ook en de meisjes zijn heel lief aan het tekenen, want we hebben tijd over. Kijk hoe leuk. Ik vind de tekeningen allebei zo leuk. En ze heeft aan de andere kant ook nog hele leuke. Met de juf heeft, of met eikeltjes en dan maak ik deze voor de juffen. Oh, dat is leuk. Misschien kan je ze uitknippen dan. Zeg. Dan kunnen we ze ook ophangen. Dat is dit een mega eikel, ik weet niet of ze opgedragen. Furry, daar had ik iets andere gedachten bij. Maar goed, Sarah, kan je hem omdraaien? Want die andere kant is ook zo leuk. Nee, die wil ik niet laten zien. Oh. En die vind ik nog leuker. Nee, ik vind deze mooier. Oh, nee. Jij vond ook die andere heel leuk, hè? Ja, hij is echt leuk. Sarah, laat nou is het een mysterie. Dan wordt jouw tekening heel beroemd, hoor je dat? Niet dat ik beroemd word. Nee, meer. Alleen nee, je tekening. Nee, mijn tekening wordt niet beroemd. Straks word je echt zo dokter, Sarah. Nee, ik word echt niet een beroemde dokter, ja. Nee, dat is alleen... Nee, je wordt gewoon een kinderdokter, hè? Ja. Mooi beroep. Ik ging echt zo gemotiveerd naar bed om echt op te gaan ruimen. En zo gemotiveerd als ik gisteren was, zo weinig zin heb ik nu. Ik wil die bakken binnenkrijgen, maar dat duurt nog even. Dan heb ik echt een doel, dan weet ik echt wat ik ermee wil. Maar ik loop een beetje vast in mijn hoofd dat ik denk als dat, maar dan loop ik daar weer op vast en dan dat en... Ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen. Dus ik ga gewoon een klein beetje de normale dingen in huis doen. En ik ben blij met de kast die ik nu gecreëerd heb. En ik ga dat gewoon even zo houden totdat ik echt denk, oh, dat punt wil ik echt zo gaan doen. Bijvoorbeeld net als met de keuken. Ik kan hem wel leeg trekken, maar ik weet wat ik heb. In het programma wat ik keek, weten ze natuurlijk niet alles wat staat, maar ik weet wel heel goed wat ik heb. En dan ben ik in mijn hoofd zones aan het creëren en ik kom gewoon niet uit. En ik heb al te vaak alles overhoop getrokken en dan bereik ik wel iets, maar niet wat ik wil. Dus ik denk dat ik echt voor mezelf moet gaan zeggen, eerst echt even op een rijtje hebben van dit wil ik gaan doen, zo wil ik het gaan doen. En dan maar even wachten en uitstellen tot ik echt een goed plan heb en dat kan bedenken. Want ik weet dat er zijn een paar dingetjes in de keuken die weg kunnen. Maar niet genoeg om de ruimte te creëren die ik wil. En er staan eigenlijk gewoon geen dingen meer in die ik niet gebruik. Dus die ik gewoon weg kan doen. Dus ja, daar loop ik gewoon enorm op vast. Eigenlijk wil ik gewoon een andere keuken erin. Maar ja, we zijn nog met de berging daar. Met de tuin, slaapkamer is ook nog niet 100% af. Dus ik ga niet eens nadenken nu over de keuken. Eerst die projecten af. Ah, wat een hoop gebabbel, echt. Ja. Echt, ik weet het gewoon nog niet. Maar goed, we gaan waarschijnlijk de aankomende periode heel veel thuis zitten. Dus het komt vanzelf wel. Ik heb de meeste dingetjes in huis ondertussen gedaan. En toen dacht ik me, ik weet wat ik ga doen. Ik ga een stukje verder lezen in mijn boek. Want ik ben een half jaar verder. En ik lees heel af en toe, maar ik ben echt op de helft. En vroeger las ik echt... Nou, dit soort boeken las ik er 3-4 in de week. Maar sinds Sarah geboren is en ik niet meer fulltime naar mijn werk hoef te gaan. Ik ging toen met OV. Kom ik er niet meer aan toe. En ik vind deze heel leuk. Dus dat ga ik doen. Net zolang tot ik de deur moet om Sarah op te halen. Oh, ik ben zo blij dat ik je tijd voor heb gemaakt. Ik vind het af en toe zo leuk om te lezen. En inderdaad, ik had de wekker gezet op mijn telefoon. Ik denk dat ik de tijd niet kan vergeten. Ik mag de deur uit. Ik mag Sarah weer ophalen. Jee!
Oké, kijk wat ik nu weer in huis heb. Echt. Hoe verzin je het? Alles komt hier op de een of andere manier binnen, zodat de deur even heeft opengestaan. Oké, ik moet even iets pakken, want volgens mij is het niet slim om ze met je handen te pakken. En deze even buiten gaan zetten. Ik heb Sarah opgehaald uit school. Die heeft een gezellig vriendinnetje meegenomen. En ze waren net eerst aan het spelen, maar de vriendinnetje was best wel moe vanuit school. Dus toen wilden ze heel graag film kijken. Dus ze zijn super juffie aan het kijken. Af en toe struikel ik zo over mijn eigen woorden. Dus ik heb net een stukje mee zitten kijken, maar ik heb die film al een paar keer gezien met Sarah. Dus toen dacht ik, de was zal vast wel droog zijn. Dus toen ben ik sokken aan het sorteren. En dat vind ik altijd zo'n irritant werkje. Ik vind het alleen maar leuk als ik het met Sarah doe. Dan vind ik het echt mega gezellig en leuk. Maar goed, ze is nu film aan het kijken, dus ik kan moeilijk naar boven roepen van kom jij maar even helpen met de sokken. Want zou ik dat het liefste wel doen. Maar goed, het is daar wel gedaan. Dat vind ik wel altijd met huishouden. Elke keer als je denkt van, ben nu klaar? Ja, vanochtend was dit nog nat. Dus toen was ik daar ook klaar mee. Maar er komt altijd weer wat bij. Oh, kijk nou. Ik denk, wat doet die sok daar? Maar er zit een sok van Sarah in die andere sok. Maar ja, het stopt nooit, weet je. Want als je nu klaar bent, kunnen er een uur later weer heel veel dingen zijn die je dan weer kan doen. En nu was een heel groot gedeelte van de was al droog. Dus toen dacht ik, ja, nou, laat ik dat dan maar nu doen. Oh, nog één dag school. En dan hebben we gewoon weer 9 dagen laat naar bed uitslapen, eigenlijk. Oh, en daar hou ik zo van, echt. Ik kan niet wachten. Gewoon even weer uit dat ritme. Het voelt zo tegen natuurlijk, op de een of andere manier altijd. Het is echt niet mijn ding. Ik doe het. Het lukt me, over het algemeen. Maar daar is wel alles mee gezegd. Marco is nog even de deur uitgegaan na het eten. Ze ligt op bed, dus ik dacht, nou, dan ga ik gelijk achter mijn laptop editen. Maar ik heb gisteren echt veel gefilmd en nu zit ik echt naar te kijken dat ik echt denk, oh, ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin vandaag. Gisteren was ik heel gemotiveerd en toen wilde ik verder en dan loop je vast en dan kan je niet en dan heb ik gelijk nergens zin in. Dus ik had wel net op Instagram in mijn stories gevraagd om serietips. En ik kreeg de tip de Umbrella Academy, dus die ga ik zo even kijken. En ik heb echt geen idee of die leuk is of niet. Dus ben heel erg benieuwd. En ik kreeg nog meer tips. Emily in Paris, maar die heb ik in 1 avond gekeken. Dat klinkt erger dan het is, want het zijn 10 afleveringen van 20 minuten. Dus laten we het gewoon een iets wat langere film noemen. Maar goed, ik wil niet achterliggen. Dus zeg maar als je zo'n balk hebt, zo. Dan zorg ik gewoon dat ik in ieder geval dit stuk heb gedaan. Dan doe ik morgen de rest. Kijk gewoon even hoe ver ik kom. Ik heb trouwens net die knotten uitgehaald. Ik had een knotje hoog. In ieder geval hier. Maar dat krult echt mega erg, maar de rest niet. Dus misschien dat het zo lijkt of alles krult. Maar dit is dus mega krul. En als ik dat weghaal, is de rest dus zo goed te stel. Charmant kapsel. Ik ben begonnen met de Umbrella Academy. En ja, helemaal aan het begin dacht ik echt, wat is dit? Iets later dacht ik, nou oké, het is best wel grappig op zich. Dus ik ben nog niet heel ver. Maar ja, als het zo doorgaat, heb ik wel zoiets van, nou, dit kan wel leuk worden. Maar goed, zoals je ziet, ik ben moe. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!